We hebben nu ook de systeemnavigator geïntegreerd in ventilatie, sanitair en verwarming. Het biedt meer uniformiteit met het eigenschappenveld en vult de berekeningsdialogen aan. In het eigenschappenveld bepaal je de ontwerpcriteria voor de berekeningen van leidingssystemen. De berekeningsresultaten en ontwerpcriteria van het geselecteerde systeem worden daar ook getoond. Zo kan bijvoorbeeld de verdiepingsweergave van verwarmings-, koelings- en drinkwatersystemen hier automatisch uitgelijnd en getoond worden op basis van de stromingsrichting. In DDS-CAD 17 kun je ook de functie zoeken en vervangen binnen het berekeningsdialoog gebruiken om meerdere objecten gelijktijdig te bewerken. Aanvullend kunnen gedeeltes van een systeem worden vergrendeld zodat elementen niet onbedoeld aangepast kunnen worden. De module ventilatie sanitair verwarming heeft nu ook een nieuwe labelfunctie. Hiermee kun je eenvoudig zelf bepalen welke informatie getoond wordt. Klik op het overeenkomstige component en gebruik de nieuwe labelfunctie direct. Meerdere informatieblokken in een rij is ook mogelijk. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de bel om geïnformeerd te worden over nieuwe video's.